Kijkers, de senioreninstelling Huizen Emma aan de Nassilaan is ook aangedaan door Stichting 1 voor 12. Op zaterdag 26 december mochten zij genieten van een lopend buffet en frisdranken. En dat mogen zij danken aan mevrouw Latour, die op 27 december jarig is, maar ervoor koos om op zaterdag 26 december in plaats van feest dit buffet te schenken aan deze instelling. Kijk en luistert u maar naar het volgende hierover. We zijn namelijk hier in verband met een jarige. Mevrouw Lafour wordt morgen jarig. Dat is zondag 27 december. En zij heeft gemeend in plaats feest te vieren, jullie een hele leuke dag te bezorgen. Wij van 1 voor 12 hebben ervoor gekozen om een heerlijke maaltijd voor u klaar te maken. Er is vis, er is kip, er is zoveel. Er is drinken en... Ik heb ook hier een geestelijke die u een kracht mee wil geven om de dag te openen. We gaan een kort gebed doen, zodat u geestelijk ook ontvangt en niet alleen maar lichamelijk. Ja? Vader, we zeggen u dank voor dit moment dat wij hier zijn en dat wij u mogen aanroepen, Vader, omdat wij uw kinderen zijn. U geeft ons elke dag kracht, eten, drinken en u zorgt ervoor dat wij alles in staat zijn te doen dat uw wil is. Gaat u verder met ons, neemt ons in alle liefde, geef ons de kracht, geduld. Laat anderen ook, Vader, geduldig met ons zijn en laten ze ons brengen, Vader, naar waar we moeten zijn. Geef ons, Vader, elke dag weer weerstand, Vader, tegen de ziektes die komen, tegen weerstand tegen de vijand, Vader, die elke keer weer zoekt om wat te doen. Maar we mogen geloven en vertrouwen dat u met ons bent en dat u voor altijd, Vader, onze Heer zal zijn. Gaat u verder met ons in ons leven, in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om als eerste de mevrouw Lafour van harte te feliciteren met haar verjaardag. En wij wensen haar Gods kracht en rijkste zegen toe. En we zijn haar dankbaar dat ze op deze bijzondere dag de bewoners van Huizen Emma zo'n beetje in het bloemetje hebben gezet om hen te trakteren namens haar verjaardag. En we zijn ook dankbaar dat u dan ook de heer Vismaal hebt gevraagd, omdat we weten dat hij heel lekker kookt, om dan ons te verrassen met een heerlijke maaltijd. En ik ben ervan overtuigd dat de bewoners zullen genieten van het maaltijd. Zo, we gaan dan ook als het ware een danklied zingen namens Lafour. Ze is 55 geworden, hoor. Oh, ze is 55 geworden, Biggie Yari. Zo, mevrouw Lafour, gefeliciteerd. En we zullen dan voor u zingen. Wij danken u, wij danken u, wij danken u, wij danken u, wij danken u. Dan gaan we hier, Ik denk dat het moment is aangebroken om te eten. Ik zou zeggen, smakelijk eten voor straks.